Ik heb hem ontmoet bij de Rode Haan. Dat was een prachtig programma. Was niet op de televisie, maar gewoon radio. En er werd heel veel naar geluisterd. En dat was zo rood als een kroot. En ik vond het mooi om daar naartoe te gaan. Ik dacht van, hé, daar kan ik niet naartoe. En er wordt zoveel naar geluisterd. Dat kan mij alleen maar stemmen opleveren. En toen heb ik hem leren kennen. En ik vond hem heel aardig ook. En hij was origineel en al die dingen meer. En op een gegeven ogenblik gebeurde het dat zijn vrouw is overleden. En Wat toen deed heb u ik. toen? Toen heb Toen ik wel was eens ik gehoord van minister, denk ik. minister van Binnenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken. Toen heb ik hem een brief geschreven, of een briefje geschreven. Om dat te laten weten. Waarom? Nou, zomaar. Want dat is wel heel erg als je je vrouw verliest. En vrij kort daarna verloor ik mijn vrouw. Ja, Ja. heel apart hè, dat dat gebeurt. Dus dat gaf ook een band, denk ik. We hebben er Omdat natuurlijk, we hebben natuurlijk over dat soort dingen gepraat. Want dat is ook toch wel heel erg als je dat meemaakt. En wat betekent dat voor jezelf? En als je kinderen hebt, wat betekent dat voor de kinderen als hun moeder er niet meer is, hè? En dat is ook heel erg natuurlijk. Ja. Nou ja, ik vond het heel interessant dat hij met die peilingen zich bezighield. Zeker als je in de politiek zit natuurlijk. En je hoort dan van nou, die en die politicus of dat politieke bedrijf, dat gaat omhoog of het gaat omlaag. Dat vond ik altijd ook heel spannend. Te zien van, vervolgens natuurlijk denkend, van waarom gaat die club omhoog? En waarom niet? En hij wist dat. Ja, dat had hij allemaal nagegaan. Ja. Dus het is echt een bijzondere jongen. Ja, een eigen mening ook. Want hij hield uitspraken over allerlei situaties. Want ik dacht, weet je daar wat van of zo? En hij deed het. En hij durft ook dingen te zeggen die anderen niet durven te zeggen. Altijd ja, een eigen standpunt ook. Durf. Dus ik heb het altijd een hele bijzondere jongen gevonden. Hoe vindt u dat Maurice zich dan met zo'n iets bezig gaat houden als een rechtszaak? Nou, om zoiets te doen, omdat dat doet niet iedereen natuurlijk. Dus het zegt alleen maar iets over dat het een bijzondere man is. En als het iets op hem afkomt en als hij denkt dat klopt niet, of er zit iets in wat niet deugt, dat moet anders. En stapte hij daarop. En ja, ik heb respect voor hem. Ik vond hem ook aardig. En ik vond die twee jongens die ik heb ontmoet ook een keer. Denk ik, god, dat zijn hele aardige jongens ook. Ik ben op een gegeven ogenblik een commissaris geworden bij de club waar hij in zat. Niet dat New ik nou zo. economy, Huh? the new Zeker. economy. Ja, daar ben ik ook een belangrijke figuur in. Commissaris, denk ik dat ik daar geweest ben. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, maar dat Die gebeurt was natuurlijk. voorzitter van de Raad van Nou, Commissarissen. juist hetzelfde. Ja. Maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Hè? Ja, omdat hij het was. Hè? Dus zo is het gegaan. Ik hoop dat de rest van zijn leven dat hem dat geluk geeft. Dat weet je ook nooit natuurlijk. Hè? Kan ineens wat gebeuren dat er met een van je andere kinderen wel wat mee gebeurt of zoiets. En hij heeft narigheid genoeg gehad. Dus ik hoop dat de rest van zijn leven dat dat voor hem gezond is en vooral. Ja, dat hij blij is met die komende jaren.